Goed, ik wil graag eerst even de jarige heel erg feliciteren. Kimberly, gefeliciteerd met je 8e verjaardag. Mijn naam is Chantal. Ik ben hier vanmiddag om in een kinderfeestje op te luiken met een workshop paaldansen. Omdat jullie moeders het blijkbaar belangrijk vinden om jullie maar zo vroeg mogelijk in je leven kennis te laten maken met die lage seksualiteit. Tja, iemand moet het doen voordat jullie het zelf doen. Jullie zijn tegenwoordig steeds vroeger bij. Ik kan er lang of kort over zijn, maar jullie hebben verdomd snel door hoe alles werkt. Jullie zitten aan jezelf, jullie zitten aan elkaar. En voordat je het weet, lopen dingen uit de hand en zit je ineens met een groot probleem waar je leven lang niet meer vanaf komt. Vandaag een stukje begeleiding in een persoon van mijzelf. Om in ieder geval maar een veilig begin te maken met het ontdekken van je eigen seksualiteit. Goed, we gaan paaldansen. Waarom paaldansen? Omdat je met een paal heel snel en gemakkelijk in contact kunt komen met het centrum van je seksuele mogelijkheden. Bovendien breng ik het een stukje entertainment met zich mee. Want natuurlijk voor een meisje van jullie leeftijd in een tijd als deze altijd is meegenomen. Mocht je nou ergens moeite mee hebben, of vind je iets misschien niet prettig? Of juist extreem prettig? Steek dan gerust je vinger in de lucht. Of twee vingers. Of drie. Of vier. Net wat jij lekker vindt. Goed, we gaan beginnen. Trek eens je kleren allemaal maar uit. Hou alleen je slipje even aan. Gameboys en Barbies aan de kant, meiden. We gaan ons met volwassen zaken bezighouden. Alsjeblieft, dankjewel. Niet zo laf met die handjes van die bosjes. Er zijn nog helemaal geen bosjes te zien, dus er is niks om je voor te schamen. Het gaat hier vanmiddag om een stukje sensualiteit. En je bereikt alleen als je voor de volle 100% inzet. De paal is er voor jou en niet andersom, dus neem die ruimte. Goed, het eerste contact tussen jou en de paal is heel belangrijk. Duik er niet meteen op, maar hou een beetje afstand. Tast elkaar maar af. En snuffel maar een beetje aan de paal. Goed, nu we contact hebben, gaan we het een beetje uitdiepen. En dan doen we aan de hand van een reeks bewegingen. Beweging 1. Pak de paal vast met je rechterhand en breng je hand langzaam omhoog. En omlaag. En omhoog. En inderdaad weer omlaag. Dit kan in het begin een beetje koud aanvoelen, maar je zult merken dat bij iedere beweging omhoog en omlaag de paal langzaamaan een beetje warm wordt. Wissel van hand. En omlaag. En knijp maar zachtjes in de paal. Zachtjes. Dit om de handspier op te warmen. En als je het idee hebt dat je handen in de paal lekker warm zijn, gaan we de paal zachtjes slaan. Kleine klapjes. Dit om de energiebaan in de paal te stimuleren. Dit kan een licht tintelend gevoel geven aan de vingers. Maar dat is volkomen normaal. En laat los. Goed, de handen en de paal kennen elkaar. Nu gaan we door met de voeten en de benen.
te beginnen met de voeten. We eieren een paar zachtjes met de onderkant van onze voet. Ei. 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 En maak die beweging maar steeds iets groter. Alsof je poepen in je schoenen hebt die je afweegt aan de paal. Bah. Weg met die poepen. Poep aan de paal. Goed, we gaan door met de benen. We klemmen de benen één voor één om de paal en trekken de paal daarbij lichtjes naar ons toe. Alsof je wat zegt hier met die paal. Die paal is van mij. Dat is mijn paal. En we brengen de armen naar mijn tegengestelde richting. Laat die paal maar naar je toe komen. Kom maar, paal. Kom dan als je durft. En als de paal iets doet waar je het niet mee eens bent, duw je die vervelende paal heel gemakkelijk in één beweging van je af. De paal bepaalt niet wat er gebeurt. Nooit. Jij bent de baas. Laat de paal zich altijd overgeven aan jou. En dag de paal maar uit voor een dansje. Doe het subtiel. Hebbes. En we geven de paal kleine kusjes met ons kruis. De paal houdt we van een kusje, geloof mij. En op deze beweging maken we weer steeds iets groter. En groter. En groter. En groter. Zodat de paal en jij elkaar uiteindelijk lange hartstochtelijke tongzoenen geven. En laat los. Mooi meiden, we gaan afronden. Pak de paal maar even stevig beet en wees maar even lief voor de paal. Een paal is ook lief geweest voor jou, dus dat heeft hij wel verdiend, dacht ik zo. En laat los. Laat me los, meiden. Mooi. Goed, ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben, maar aan die rode wangetjes te zien was dat zeker het geval. Je mag je palen allemaal weer in de hoek zetten. Dan neem ik ze straks weer mee in mijn palenkoffertje. Ik wens je nog een heel fijn verjaardagsfeestje. Ik zag er net al een clown in de deuropening staan te koekeloeren. Die gaat volgens mij hele spannende dingen met ballonnetjes doen. Dus dat wordt vast nog een hele fijne middag.